Yo mensen, welkom op mijn Snapchat, superleuk. Ik ben niet aan het snappen. Was een pad. Mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Kelvin Boerma. Mijn achternaam is een beetje gek. Ik ga jullie alvast even wat vertellen, namelijk dat ik geen paprika's heb op dit moment. Helaas, pindakaas, maar goed, dat kan soms. Maar de volgende keer weer. Ik krijg niet betaald door dit. Het is gewoon fucking lekker, maar ik krijg hier geen money voor. We gebruiken allemaal Snapchat. Nou, niet echt denk ik, maar heel veel mensen. Heel veel mensen van ons gebruiken Snapchat. En ik zat laatst op Snapchat, ik zat een aantal dingen te bekijken. En toen herkende ik een aantal patronen waarvan ik dacht, hé, dit is eigenlijk wat iedereen doet op Snapchat. En toen dacht ik, laat ik een video maken. Dus dat ga ik vandaag doen. Goed, om jullie een ultieme demonstratie te kunnen geven van wat iedereen doet op Snapchat, heb ik dit bedacht. Hallo mensen, hallo. Ja. Hallo. Op deze manier kunnen jullie op de meest interessante wijze meemaken hoe het is om op Snapchat. Jullie zitten. Dit is revolutionair. Wat hier gebeurt, ik weet niet. Ik weet niet of dit ooit gedaan is. Oké, het eerste ding wat iedereen altijd doet op Snapchat vind ik altijd opvallend. Namelijk, kijk, op een of andere manier voelt mensen zich geneigd dat als er een filter is die je hoofd wat mooier maakt, om dan in één keer out of nowhere een selfie te gaan plaatsen met die filter en de meest zwoele bag ooit. Kijk, wat Snapchat super slim heeft gedaan is dat een filter zoals deze... Kijk, ik lijk gewoon sick lekker hierdoor. Ik kan de lelijkste bag ooit trekken en op een of andere manier lijkt ik nog steeds mooi. Komt-ie. Zelfs nu ben ik gewoon nog lekker. Ik zeg het maar gewoon. Nee, maar het is echt sick. En op een of andere manier, omdat dit zo'n soort van shiny ass motherfucking filter is, zijn mensen geneigd en is het ook op een of andere manier geaccepteerd dat je gewoon zo mag kijken. Zelfs mannen zijn, als dit filter er is, die hebben gewoon een vrijkaartje om zwoele gezichten te trekken. Kijk, dit is er ook weer zo één. Dit is zo'n filter waardoor je hoofd gewoon veel mooier is. Dus op een of andere manier mag dat iedereen in één keer zo kijken. Het zwoelheidslevel gaat gewoon omhoog door Snapchat. Dat is wat ik probeer te zeggen. Wat mensen ook op een of andere manier vaak doen op Snapchat, en dit is ook volgens mij waardoor het groot is geworden, dat mensen nou dickpics. Dat was geen goede zin, maar ja. Kijk, Snapchat zit als volgt in elkaar. Je kan foto's naar elkaar sturen en dan als volgt kan je die openen en dan is hij na een paar seconden weg. Dat weet iedereen. Alleen dat betekent niet dat die persoon geen screenshot kan maken van je penis. Laat ik het nog eens iets verhelderen. Blijkbaar zijn mannen geneigd om foto's van hun penis te sturen naar vrouwen met de vraag: hey, zou je mij ook een foto willen sturen van jouw geslachtsdeel? Waarop het antwoord vaak is: this user just screenshotted your photo. Yeah. Kijk, mijn Snapchat is nu privé, dus jullie kunnen me eigenlijk niks sturen. Daar ben ik heel erg blij om. Mocht je nou afvragen wat mijn Snapchat is, dit is hem. Calvin, superleuk. Maar toen ik mijn Snapchat nog openbaar had, konden ze iedereen mijn shit sturen. En toen kreeg ik ook dickpics van mannen. What the fuck? What the fuck? Let's party. Waarom moeten mensen op een of andere manier altijd foto's maken van als ze aan het eten zijn, of als ze aan het drinken zijn, of als een demonstratie? Komt-ie. Oké, ik heb een demonstratie voorbereid. Kijk, je moet je even voorstellen, straks is er iemand die wil graag een foto maken van het feit dat hij een banaan aan het eten is. Nou, dat is helemaal niet erg, dat doen we allemaal wel eens. Dus wat je dan doet, is je pakt je ding en je doet dit. Je zou een foto op deze manier kunnen maken. Lekker banaantje. Dit zou het kunnen zijn, maar goed, blijkbaar is dat niet goed genoeg. Waarom moeten sommige mensen als je een foto maken op Snapchat op deze manier een banaan showen? Gewoon dit. Je moet je even voorstellen, deze armband is €50.000 waard. Even dat je het weet. En dan doen ze dit. Nice banana. Oftewel, de banaan is gewoon helemaal niet op de foto. En de enige reden waarom je die foto maakt is om te laten zien dat je een armband hebt van heel veel geld. What the fuck, mensen. Oké, genoeg negatieve dingen over Snapchat. Zijn natuurlijk ook positieve dingen, namelijk het is de perfecte manier om jezelf zo lelijk mogelijk te maken ooit. Snapchat is fantastisch, want het is eigenlijk niet alsof je een foto ergens plaatst en dat iedereen het kan zien, maar je kan het gewoon iemand toesturen waarvan je denkt, hey, ik trouw deze persoon en ik ga mezelf gewoon even van mijn lelijkste kant laten zien. Dus dat ziet er ongeveer zo uit. Ja, ik ben Kelvin en ik heb ervoor gekozen om hier een video over te maken. Wat betekent dat dit nu op YouTube staat en voor altijd zal blijven bestaan. Sorry, Kelvin, uit de toekomst. Ik ga even een experimentje doen. Ik ga even een lelijke selfie van mezelf sturen naar een goede vriend van mij. Jart. En dan gaan we kijken wat voor reactie erop terugkomt. Ik denk dat de krans heeft niks ermee te maken. Ik denk dat de kans vrij aanwezig is dat ik een lelijke snap terugkrijg van Jart. Ik vind die kans heel erg groot. Ik heb een snap terug ontvangen van Jart. Nou, die gaan we natuurlijk even openen. En ik durf er €50 op te zetten dat het een lelijke snap is. Het is geen... Hij is lelijk. Pretty goddamn ugly. Pretty goddamn ugly if you ask me, motherfucker. Wat ik probeer te zeggen is dat iedereen op Snapchat voelt zich op een of andere manier geneigd. En het is ook een soort van geaccepteerd dat je jezelf zo lelijk mogelijk maakt. Het maakt niks uit. Ik hou ervan. Ik hou ervan. Vloggen is iets wat ze vaak doen. Ik snap er niks van. Waarom zou je Snapchat gebruiken als vlog? Zo van... Hallo mensen, ik ben vandaag lekker aan het filmen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Snap-vlog. Ik zie jullie straks. Daar is het. Het hoort niet zo, oké? Okay? Snapchat zet je dingen die je aan het doen bent. Gewoon real-time. En het is niet zo alsof het een show is. Ja, oké. Ik doe het zelf soms ook. Wat ook iedereen doet, of in ieder geval mensen die uitgaan, die naar een discotheek gaan, en weet ik wat allemaal, is om jezelf te filmen als je op een feestje bent. Why would you? Het is een beetje alsof... Oké, ik ga even lekker muziekje opzetten. Komt-ie. Wat ik dus probeer te zeggen is dat ik vaak genoeg op zaterdagavond gewoon in mijn bed lig. En gewoon op Snapchat kijk van, hé, wat zullen mijn vrienden nu aan het doen zijn? En dan de helft van de mensen op deze manier een snap aan het plaatsen is. Kijk hoe leuk ik het hier heb. Allemaal dansen. Allemaal feesten. Jij lekker niet. Dus fuck jou. Ik doe het zelf ook. Fuck hypocriet. Let's party. Blijkbaar kun je dus ook FaceTime op Snapchat of zo. Het is iets wat niemand doet. Wat niemand begrijpt hoe het moet. Eigenlijk zou die ook niet thuis moeten horen in deze video. Maar alsnog ga ik het proberen vandaag. Ik snap nooit hoe dat werkt. Dit en dan... What the fuck is dit? What the fuck is dit? Wat is dit voor geluid? I don't even know what's happening, Bukowski. Nou ja, dit is dus blijkbaar al... dit is blijkbaar al genoeg reden. Niemand weet überhaupt dat dit bestaat. Niemand neemt op. What the fuck, waarom zou je het ook gebruiken? Dit was echt zo de kutste. Dit was echt lame. Iets anders wat iedereen doet die Snapchat gebruikt ligt vrij voor de hand, maar is wel het geval, namelijk het uitproberen van elke filter ooit. Gewoon op het moment dat je hebt geüpdate of er is weer een nieuwe filter die je voorbij hebt zien komen van je denkt van I kinda like that one to be fairly honest. Dan ga je hem gewoon proberen. Maar in plaats van dat je alleen die filter probeert, ga je dus weer allemaal proberen. Dus dat gaat dan zo. In plaats van dat je eentje doet, ga je gewoon eerst Nou! Ja, dat is de enige reden waarom je het doet, omdat het gewoon echt grappig is. Hallo, mijn naam is Kelvin en welkom bij een nieuwe video vandaag. Zo, en dan ben je in één keer een aap. En op het moment, kijk, je moet je even beseffen, op het moment dat je naar dit beeld kijkt hier, dan denk je, oh ja, ik snap helemaal waarom Kelvin zo praat. Maar als jij dan deze camera vanuit naar mij kijkt, dit is gewoon het perspectief van iedereen om je heen, dan zie je iemand die echt gewoon... En dat is een beetje ongemakkelijk. Let's party! Wat natuurlijk ook iedereen overkomt bij het gebruik van Snapchat is dat je als je de app opent en je wil bijvoorbeeld een filmpje maken of je wil opzij of zo, dan maak je per ongeluk een foto en dan is het gewoon zo'n foto als dit. Dit is dan je foto. Dit wil je niet. En dan zou je het ook nog eens een keer per ongeluk in je fucking story zetten. Oh nee! Shit! Fuck! Het staat in mijn story! Het moet eruit! Voordat mensen zien dat ik eigenlijk fucking lelijk ben in het echt. En dan is het klaar. Happens all the fucking time. Let's party! Waarom voelen mensen zich vaak geneigd om als ze brak in bed liggen of op wat voor manier dan ook niks te doen hebben, dat ze dan de neiging hebben om met liedjes mee te gaan zingen? Ik zal even een demonstratie geven. Dan ligt iemand brak in bed en dan heeft hij de neiging om dit te doen. In het echt ga je ook niet op die manier een liedje zingen. Als je in de auto zit en luistert muziek, dan ga je gewoon low-key een beetje meezingen. En ik heb het bij deze voornamelijk over vrouwen. Vrouwen voelen zich geneigd om op deze manier zichzelf te gedragen op Snapchat. En dat is prima. Want ik als man vind het bij sommige vrouwen niet erg om naar te kijken. Alleen het is een beetje raar. Dus ja, stop it. Let's party! Oké, wat sowieso bij iedereen wel eens een keer is gebeurd, is dat je een snap maakt zoals deze. Deze heb ik net even gemaakt, nou, is helemaal fantastisch. En je staat echt op het punt om hem naar iemand te versturen, of je staat op het punt om hem in je story te zetten. En dan op een of andere manier, per ongeluk, is het moment daar. Het moment dat jij als Snapchat Picasso al je ziel in een snap hebt gelegd. En dan per ongeluk op fucking kruisje klikt. En hij zegt, oh. Mocht ik nou nog dingen vergeten zijn waarvan jij zeker weet dat iedereen ze doet op Snapchat, dan kan je ze hieronder in de reacties zetten. En dan maak ik misschien wel een volgend deel van deze video. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen op deze video en abonneer op mijn kanaal. Dan ben ik er gewoon de volgende keer weer. Doei. Say it, man. Ha, nee. Ik niet hoor. Ik ben gewoon zoals mijn leeftijd. Hihi. Oké, ik ga iets proberen. En dat is dat ik gewoon ik ga elke dude liken. En dan kijken hoeveel van deze jongens, met hoeveel van deze jongens ik een match heb. Ik ga dit gewoon doen. Arnoud, like. Oké, weet je? Prima. Matt, like. Oké, Matt. Matt. Wow, wow. Probeer nu te zeggen dat... Fuck Matt. Oh, we gaan vechten, G. Orges, like. Geen match. Oh. Maurice, like. Sam, like. Doran, like. Richard, 48. Richard! Wow! Wow. Hij heeft me gesuperliked.